Ramadan betekent veel voor mij en ook voor andere moslims. Want ik vind het ook leuk, families komen samen en je gaat veel dingen samen doen met je familie. En misschien wel het belangrijkste, een maand lang vasten. Dat betekent overdag niet eten en drinken. En daarom is heel vroeg goed ontbijten hartstikke belangrijk. Ik heb er pasta met vis en komkommer en wortel. Zodat ik de hele dag kan volhouden. Want als ik gewoon net als nu brood ga eten, ga ik denk ik niet de hele dag volhouden. Dit jaar doet Annas voor het eerst een hele maand mee. En van deze jaar, omdat ik 12 jaar ben, dacht ik, doe mijn hele maand. Want het is bijna tijd als ik later ouder word, zodat het makkelijker wordt. Tijdens de Ramadan eten en drinken moslims een maand lang niets, tussen zonsopgang en zonsondergang. Zodra het donker wordt, mag dat dus wel. Dat is niet het enige tijdens de Ramadan. Moslims moeten zich ook zo goed mogelijk gedragen. Niet ruzie maken, niet roddelen, maar juist goede dingen doen voor anderen. Als je heel erg boos bent, probeer dan niet bijvoorbeeld ineens iemand uit te schelden. Probeer gewoon rustig te blijven doen. En Annas bidt ook vaker tijdens de Ramadan. Dat doet hij samen met zijn zusje. Allahu Akbar. Ook leest hij vaker de Koran, het heilige boek van moslims. Ik begin. Als ik een hoofdstuk leer, dan lees ik die elke keer opnieuw. Zodat ik het niet vergeet. Ar-Rahman. Als ik zo doorga, dan leer ik deze helemaal in mijn hoofd. Wat zien jullie er mooi uit? En wat tof dat jullie er allemaal weer zijn. Annas zit op een islamitische basisschool en bijna zijn hele klas doet mee aan de Ramadan. Iedereen hier moest dus extra vroeg opstaan. Ik denk kwart over vijf. Rond vijf uur. Vijf uur. In het dagprogramma verandert er vanaf vandaag één ding. Een hele maand lang. Dat is soms best lastig. Dat je heel veel mensen ziet eten voor hun neus en dan krijg je zelf honger, maar daarna ga je wel gewend aan raken. Drinken is wel, vind ik, moeilijker, want dan word je keel ook heel droog. En wat doe je dan? En iets anders denken of iets doen. Ramadan of niet, de lessen gaan gewoon door. Dus dat geeft misschien een beetje afleiding om de dag door te komen.